Goedemiddag, welkom weer op Sportpark de Toekomst voor speelronde 10. Even een tussenstandje, verleden week was Medaille was 6-6. We zijn vandaag met Craig. Craig gaat vandaag de voorspellingen doen en de tussenstand is momenteel 46-39, maar de prijzen worden het eind van de rit pas uitgedeeld in mei, dus het is voorlopig een tussenstand. We gaan even kijken naar de eerste wedstrijd. Groningen Twente, Craig. Jij mag de eerste voorspelling. Groningen Twente. Ik denk een gelijkspel. Ja, gelijk? Ja. Ik ga voor een 2. Excelsior Heracles. Ik ga voor een 1. Een eentje. Excelsior Heracles een 1. Ik ga voor een 2. Ja, 2 keer. Oh, dat schiet. Dat worden heel veel verschillen deze ronde. VVV RKC. Ik ga voor een 1. Eentje? Ik ga voor een 3'tje. 3. Graafschap NAC, die spelen vanavond al, hè? Die spelen vanavond. Ik ga voor een 1'tje. Graafschap NAC een 1'tje. Ik ga voor een 3. 3. Het wordt een slagwedstrijd dit. Dit wordt een slachting dit. Nou. ADO NAC. Vol stadion, druk. Ik ga voor een 1. Ik ga over een 1. Ik ga over een 1'tje. Nou, de eerste gelijk die we gelijk hebben trekken. Vitesse PSV. Nou, ik 2'tje. Ja, 2'tje. Utrecht Heerenveen. Met Jan voor het eerst op de bank. Jammer dat Erwin weg is daar, denk ik. Ik ga voor een 2. Jij voor een 2. Ik ga voor een 1'tje. Eentje. Nou, de laatste. AZ Roda. Eentje. Ja, ik ga over een 1. Dus het is een gelijke. Nou, het is mogelijk. De klapper van de week hebben we voor het laatst bewaard. Nou, Craig. Kijk eens. Mag jij, mag jij vasthouden die? AX Feyenoord. Ja, daar, is, daar moeten we. Daar gaan we voor een 1. Craig, hartstikke bedankt. Heel veel succes. Dankjewel. En we gaan ervoor, hè. Groetjes. Ja.